Meesum Schoenmakers is leerling van Openbare Basisschool de Rietpluim. Zij werd unaniem gekozen als voorleeskampioene 2019 van alle deelnemende Nunesse basisscholen. Ze leest hetzelfde gedeelte voor dat ze ook in de halve finale op 16 maart aanstaande zal lezen. Even flink, zei Miss Biggie. Roze staat voor de spiegel. Ze heeft tranen in haar ogen. Ze had niet gedacht dat het epileren van haar wenkbrauwen zo'n pijn zou doen. En tot waar moet ze die haartjes eigenlijk weghalen? Ze kijkt naar het plaatje uit het modetijdschrift dat ze op de spiegel geplakt heeft. Het moeten mooie, sierlijke boogjes worden. Maar ze zijn bijna onzichtbaar geworden. En de huid onder en boven haar wenkbrauwen is knalrood. Zo loopt ze straal voor gek. Koortsachtig denkt ze na. Er zijn een aantal mogelijkheden. Of ze plakt haar pony vast op haar voorhoofd, zodat haar wenkbrauwen niet te zien zijn. Of ze tekent ze bij met een wenkbrauwpotlood. Of ze doet een muts of een pet op. Maar dat mag niet in de klas. Een hoofddoek kan ook. Als ze zegt dat ze moslim is geworden, hoeft hij niet af. Er wordt op de deur geklopt. Rosa, wat doe je zo lang in die badkamer? roept Alexander. Heb je niks mee te maken? roept ze terug. Stomme apenbeel, fluistert ze erachteraan. Rosa, ik moet naar mijn werk en ik moet me nog scheren. Ik ook? roept Rosa. Wat? Alexanders stem klinkt geïrriteerd. Grapje. Ik lag me in een deuk. Maar schiet nou op, ik heb haast. Ja, nu is het oerwoud aan de beurt. Rosa pakt de bescheerschuim en spuit haar beide benen van onder tot boven vol. Vorige week met Jim was ze zo door de grond gezakt van schaamte. Edith had naar haar benen gewezen en uitgeroepen. Hey, meiden, moet je eens kijken, Rosa heeft apenpootjes. Bulderend gelach. Hé hey, uh, Rosa, ooit van een ledischeef gehoord? Of van een scheermes? Misschien is een kapmes beter. Dadelijk krijg je nog luizen in dat oerwoud. Wat een afschuwelijke rotkinderen. Ze wist niks terug te zeggen. Ze werd alleen maar knalrood en trok snel haar broek aan. Karim nam het voor haar op en zei... Hé, hey, doe niet zo flauw. Laat Rosa met rust. Makkelijk praten als je be zulke benen hebt zoals zij. Bruin, slank en superglad. Gelukkig lieten ze haar daarna met rust. Iedereen ging door met kletsen en giechelen en niemand keek meer naar haar om. Een klooster zou toch nog niet zo'n gek idee zijn. Nonnen hoeven hen vast en zeker nooit te gimmen. En ze dragen van die fantastische soepjurken, waardoor je niet kunt zien of je 45 of 75 kilo weegt. Geweldig. Net zoals Julie Andrews in The Sound of Music, met zo'n lieve moedernon die altijd wijze raad geeft. Haar moeder bons op de deur. Abo heeft een poepbroek, doe eens open. Nee, ik ben bezig. Ik moet mijn haar nog wassen. Snel zet ze de douche aan. Schiet nou op, Roos. Je zit er al bijna drie kwartier. Wat doe je toch allemaal? Ik ben mijn fietslampje aan het repareren. Grappig, haha. Schiet nou op, alsjeblieft. Ja, rustig nou maar. Ik ben bijna klaar. Rosa zet het scheermesje op haar knie. Ze heeft geen flauw idee hoe het moet. Van boven naar onder of van links naar rechts? Waarom heeft zij geen wijze moeder die haar raad geeft? Ze kan zich al helemaal voorstellen wat haar moeder zou zeggen als ze het haar zou vragen. Wat? Je benen scheren? Je wenkbrauwen epileren? Geen sprake van. Daar ben je nog veel te jong voor. Als je zestien bent, dan praten we verder. Pff, zestien, dan is ze al bijna bejaard. Strepen bloed vermengen zich met het scheerschuim. Maar ze heeft gym vandaag, dus ze moet doorzetten. Auw, nog een snee. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Het begint zo langzaam al meer op een verkeersongeluk te lijken. Ze spoelt haar benen af en bekijkt het resultaat. Er zitten wel geteld acht streepjes op haar benen, waar donkere druppels bloed uit opbellen. Maar haar benen zijn in ieder geval glad. Het oerwoud is gekapt. Ze schudt met de bus Bijna op, dan kan ze hem net zo goed even helemaal leegmaken. Met grote, zwierigere letters schrijft ze een R op de witte tegels van de muur, dan een O. De letter S lijkt ook meer op een O, en de S lukt ook al niet. Roos staat er. Rosa bekijkt het resultaat met een scheef hoofd. Hmm, Roos, coole naam. Ze stapt op de weegschaal. 60 kilo, veel te veel. Vandaag begint ze met lijnen. Rosa, doe onmiddellijk open. Nu. Hi, Mesum, Jij bent nu dus voorleeskampioen. En hoe ben je dat zo geworden? Um, eerst had ik gewonnen van de klas en daarna van de school. En toen ben ik naar het klooster gegaan met alle kampioenen van de basisschool in Nune En toen had ik ook gewonnen. En nu ga je naar de halve finale? Ja, klopt. En waar is die halve finale? In Goorle. Nou heb je natuurlijk al heel vroeg ben je naar boeken gaan kijken. Ben jij iemand die al in groep 2 kon lezen? Nou, toen nog niet, maar groep drie ging het wel gewoon makkelijk met lezen en zo. En had je al heel veel boeken thuis waar je uit kon uh, lezen? Ja, we hadden een abonnement op uh, kinderboekjes, dus die kreeg ik dan iedere week en ik ging dan lezen. Ja. En ben je ook uh, geabonneerd op uh, de bibliotheek? Ja, dat ben ik ook gewoon. En wat is uh, jouw favoriete uh, schrijver of schrijfster? Uh, Carrie Slee. Kan je een boek noemen van Carrie Slee wat je leuk vindt? Uh, Spijt, vind ik heel leuk. En uh, als je gaat lezen, wanneer doe je dat het liefste? Uh, in de avond, in bed. Dan... Nou, zijn er heel veel kinderen die uh, liever op hun uh, telefoon zitten, uh, dus eigenlijk niet meer tot lezen komen. Ben jij ook iemand die heel veel op zijn telefoon zit? Ja, wel. Maar ja, ja, wel ja. Ben jij uh, straks uh, als je daar moet optreden daar in Gorle, ben je dan uh, extra zenuwachtig? Ja, ik denk het wel. Ja. ja. Uh, even aan de klas, denken de kinderen en hoef je alleen maar het geluid te laten horen. Denken jullie dat zij een kans maakt? Ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou ik wens je ontzettend veel succes. Dank je. Uh, en uh, ik hoop uh, straks, uh, 16 maart is het, hè? Ja. 16 maart meesem naar de finale. Ja. Oké. Okay.